Ook minister Amar Ramadine van Volksgezondheid is aan het woord geweest. En ook de minister is ingegaan op tal van zaken. Ook de kwestie rond COVID-19 in Suriname en het gedrag van Surinamers die zorgen baart. U hoort Amar Ramadine, minister van Volksgezondheid. Allereerst moet ik zeggen dat de COVID-situatie in Suriname onder goede controle is. De statistieken die lenen ook daarvoor. Maar we hebben op dit moment een positiviteitscijfer van tussen de 1% en 4% aan geteste personen. Op dit moment telt Suriname 17 actieve gevallen. Helaas hebben 117 personen het leven gelaten ten gevolge van COVID. En vanwege de opening van het luchtruim, partieel, zitten op dit moment 1550 personen in quarantaine, met wel niet positief. 8 personen zijn op dit moment in de isolatie, in de verpleeginstellingen. En in totaal hebben we in Suriname dus een aantal gehad van 5320 positief getesten tot hier. Op dit moment wordt Suriname geclassificeerd door de International Health Regulations van de WHO als een land met sporadische gevallen of cluster cases, voorkomen van community transmissions. Dus dat is in ieder geval een code die gunstiger uitvalt. Dat was ook de reden dus dat we het luchtruim partieel geopend hebben met strenge voorwaarden, waaraan dus elke reiziger zich dient te houden. Dit alles in goede afstemming met natuurlijk alle actoren in de luchtvaartsector. En waarbij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme de lead neemt. Ik moet erbij vermelden dat alle vluchten inbouw vanuit Cuba en Haiti per gisteren onmiddellijk zijn stopgezet voor de maand december. Dit vanwege dringende evaluatie van betreffende passagiers uit deze landen. Maar we hebben dus wel nog de lijnverbinding met Nederland en Miami via Georgetown. En we werken dus met de klassificatie van de situatie in die landen, die wekelijks wordt aangepast. En dan kijken wij naar de code waarin die landen vallen. En dan gelden er specifieke voorwaarden aan het reizen. Dat zijn de bekendmakingen met betrekking tot het luchtruim. U hebt gemerkt dat intussen de diverse vaccins voor COVID-19 in het proces zijn internationaal van goedkeuring. Pfizer is inmiddels gisteren door Groot-Brittannië goedgekeurd. Maar er zijn nog veel meer instanties in de wereld die de goedkeuring moeten geven aan de COVID-vaccins, potentiële COVID-vaccins, om in de wereld te gaan toedienen. Zo is de FDA van Amerika, de EMA van Europa, die gaan spoedig over tot de beoordeling van potentiële vaccins. En dat zijn er 3. Dat is de van Pfizer, Moderna en Oxford AstraZeneca. Suriname heeft zich gecommitteerd aan het COVAX-initiatief vanuit de PAO. Wij kunnen helaas niet veel doen, maar we volgen wel de ontwikkelingen. En zijn inmiddels bezig, en we zijn reeds gestart vanuit het ministerie, met de voorbereidingen voor de opzet van ons COVID-vaccincampagne. En dat houdt in dat je met de tijd nadert dat we dus alles proberen in kannen en kruiken ready te hebben. Dan denken we aan logistiek, human resources, het uitrolplan, maar ook de tijdlijn en de specifieke groepen die gevaccineerd moeten worden. De opdracht is dat we eind december de opzet van onze COVID-vaccincampagne ready moeten hebben. En dan zullen wij dus dat ook presenteren. Tegelijkertijd moet ook gewerkt worden aan een stukje voorlichting met betrekking tot het vaccineren en de bewegingen om over te gaan tot een stukje bewustwording, ook te stimuleren. Gisteren heeft de CDC vanuit Amerika een advies uitgegeven met betrekking tot een nieuwe quarantaineperiode, namelijk dat de periode van 14 dagen teruggebracht kan worden volgens de CDC tussen de 7 en 10 dagen. En daar goedkeuring aan is gegeven vanuit de CDC. Wij hebben dit gisteren gezien en ik heb het gelijk gevraagd aan het public management team
om hier serieus naar te kijken, aangezien er dus wetenschappelijk bewijs is voor een verandering van quarantaine periode. Morgen komen we uit met een conclusie voor Suriname. Als dat enig impact zal hebben op onze quarantaine periode voor COVID, dat zal dus bekendgemaakt worden aanstaande zondag in de tweewekelijkse bekendmakingen van de COVID-maatregelen. Met betrekking tot de feestdagen, daar is collega Amboksi reeds ingegaan. Maar binnen regeringsverband komen we dus binnenkort nog met een officieel advies ten aanzien van de afsluiting van het jaar. Inmiddels is vanuit volksgezondheid wel duidelijk dat mogelijke bedrijfsfeestjes en de traditionele pangaren estafette niet verstandig zouden zijn. Dus ik zeg nog niet dat het is, dat het nog niet doorgaat. Maar vanuit volksgezondheid, ik denk dat het meer dan logisch is dat het niet aan te raden zou zijn om de traditionele oudejaarsvieren die wij kennen in Suriname te continueren dit jaar. Hierover echter komt er nog binnenkort heel meer informatie naar u toe. In vele landen is men zelfs al overgegaan tot stringente maatregelen rond het oudjaar. Zo heeft bijvoorbeeld België vuurwerk of vuurwerkverbod. En andere landen verbieden feesten. Ik denk dat wij in Suriname ook zeker naar opties moeten gaan kijken ten einde de gezondheid van de burger te kunnen blijven garanderen, ook na de afsluiting van dit jaar. En dat wij sowieso vanuit de regering geen dispensaties en ontheffingen zullen verdienen voor mogelijke spreading events. Wij kijken dus ook hiernaar. Het presidentieel besluit dus aangeeft dat feesten, zowel huisfeesten als openbare feesten, per presidentieel besluit verboden zijn. Er is wel een opening in het presidentieel besluit, maar wij willen natuurlijk wel de mensen die in het huwelijk willen treden ook niet ontnemen, want we weten niet hoe lang dit doorgaat. Dus daarvoor is er een andere formule bedacht, dat is zijn religieuze bijeenkomsten. En een huwelijk, als dat gepaard gaat met de religieuze ceremonie, dan zou dat wel mogen. En daarvoor is er ook een protocol. Dus degenen die willen, natuurlijk willen treden, die kunnen het doen met inachtneming van het protocol religieuze activiteiten. En daar is beschreven hoe dat allemaal plaatsvindt. Natuurlijk, de praktijk kan altijd anders uitpakken. En daarom hebben wij ook in de vorige COVID-statement gezegd wat de reden is waarom de regering geen toestemming geeft voor evenementen. Namelijk dat in de praktijk bleek dat het heel moeilijk is om onder een protocol te feesten. Dus er is geen feest toegestaan, maar we willen natuurlijk wel de wens van mensen die natuurlijk willen treden ook inwilligen als ze zich kunnen committeren aan het protocol. En tot nu toe moet ik zeggen dat het lukt, alleen heb je natuurlijk uitspattingen waarover de minister een motie net heeft gehad, dat we dus nu de focus leggen naar dit soort van evenementen toe. Evaluatie Cubanen zou het kunnen zijn doordat wij vorige week een groep gezondheidswerkers hebben teruggestuurd. Kan ik aangeven en ondersteunen bij aan minister Amoxie dat inderdaad het ons niet bekend zou zijn alsof er gezondheidswerkers in die groep waren, omdat er een overeenkomst is met Cuba. En we hebben nog eergisteren een gesprek gehad met de Cubaanse ambassadeur. En in dat gesprek is al met elkaar afgestemd en bleek dat alle geregistreerde gezondheidswerkers uit Cuba onder een wandelovereenkomst vallen tussen Suriname en Cuba. En het gaat op dit moment zijn er 80 gezondheidswerkers uit Cuba werkzaam in Suriname, waarvan 40 artsen en 40 verpleegkundigen verspreid over de verschillende gezondheidsinstellingen. En de samenwerking met Cuba die is nog steeds van kracht als het gaat over de medische missies. Er is natuurlijk wel besproken binnen de regering over de evaluatieronde die we hebben gedaan. En met de Cubaanse ambassadeur is er afgestemd voor verdere evaluatie om de missie enigszins aan te passen. Daarover volgt natuurlijk de vervolggesprekken. Maar wij hebben niet de indicatie, omdat de mensen die zijn weggestuurd, die vallen onder een mantelovereenkomst. En daarover zijn er afspraken gemaakt tussen de twee landen. Dus wij hebben niet de indicatie dat die actie vanuit de regering geleid heeft tot deze actie voor de Cubanen. Omdat al gezegd is dat
de meeste mensen in de illegale sfeer zitten en dat feitelijk niets te maken heeft met gezondheidswerkers. Met betrekking tot de vluchten die gestopt zijn, kan ik aangeven dat het niet vanwege COVID is. En ik heb het al gezegd, het zijn vanwege issues met betrekking tot de inboordpassagiers naar Suriname, welke een dringende evaluatie behoeven. Dus het heeft niet te maken met COVID-19. Het vuurwerk en dan het schadelijk effect op de gezondheidszorg, op de gezondheid zelf van de mens, moet ik zeggen, dat is op dit moment niet ter sprake, maar het gaat er meer om dat wij feesten willen voorkomen. En ik heb nergens gezegd dat er een vuurwerkverbod zal zijn. U hebt het gehoord van de minister, er is een commissie die zich daarover werkt. En er zal denk ik, en goed ook voor Suriname, het is een traditie dat de mensen ook in huiselijke sfeer van dit kunnen genieten. Ook wel moet ik wel vermelden dat COVID een luchtweginfectie is. We hebben wel weinig gevallen, maar er zijn geen mensen die we thuis ook hebben in isolatie. De meeste mensen, of alle mensen die wij COVID positief testen, gaan in een overheidsisolatie. En hopelijk is er daar, wordt er daar rekening mee gehouden met personen die in de omgeving van ziekenhuizen wonen. Dat er ook mensen kunnen zijn met luchtwegproblemen en dat overtolken ook wel een probleem is voor dit soort mensen. Met betrekking tot de situation reports moet ik zeggen dat de PAHO in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, de laatste situation report is van 27 november 2020. Die heb ik digitaal ter beschikking. Het is ook op de website van de PAHO te vinden. Met betrekking tot Suriname is een document van bijkans 10 pagina's waarin in gedetailleerde op gedetailleerd niveau informatie gegeven met grafische weergaven wat de situatie is. Dus ik wil dat even ontkennen en ontkrachten dat er geen situation reports worden uitgegeven. Ook worden de updates met betrekking tot bijvoorbeeld de bewustwordingscampagne van Mohana en alles met foto's al beschreven. Indien daar behoefte aan bestaat en u daar niet aan kunt komen, kunt u mij altijd via het ministerie aan zo'n situation report komen. Ja, er zijn inderdaad verschillende vaccins. Met name het vaccin van Pfizer, die verschilt wel met betrekking tot de koelfaciliteiten die er moeten zijn met Moderna. Zo moet Pfizer onder condities worden getransporteerd van min 70 graden. Moderna echter tussen de min 2 en min 20 graden. Ik las gisteren nog een leuk artikel over wat de fabrikant dan heeft bedacht. En dat zijn van die thermal suitcases waarbij 5000 doseringen, 5000 vaccins in zo'n thermal suitcase passen. En een thermal suitcase is eigenlijk kan gewoon getransporteerd worden in een vliegtuig. Er zit wel een prijskaartje aan verbonden, maar het is in elk geval veel goedkoper dan dat je daarvoor speciale koelfaciliteiten en transportfaciliteiten nodig hebt. Dus de farmaceut heeft al daarvoor ook een oplossing. Mocht het zo zijn dat wij als Suriname voor Pfizer kiezen, dan krijg je eigenlijk dat pakket in een thermal suitcase waar 5000 doseringen in zitten. En dat kan ongeveer 2 weken daarin blijven zonder dat de temperatuur verandert. Dus dat zijn high-tech zaken, innovatieve zaken. En ik denk dat we daarmee ook een beetje geruststelling hebben, want inderdaad was het een probleem. Was het een issue van welke investeringen je allemaal moet gaan plegen om een dergelijk vaccin, ik weet niet wat daarvoor kiezen, op te slaan, te vervoeren en ook toe te dienen. Dus ook dat aspect wordt bekeken. Met betrekking tot de campagne, we hebben ook inderdaad brieven gehad vanuit de WHO om alvast te kijken naar onze huidige wetgeving. Wij kunnen niemand verplichten om het COVID-vaccin te nemen. Daarvoor is belangrijk de voorlichting, de bewustwording, dat een vaccin eigenlijk bescherming kan bieden tegen een COVID-infectie. En dat is de strategie. Dus we kijken wel naar onze huidige wetgeving met betrekking tot inenting. Maar we hebben een vrij duidelijk beleid. We zijn niet nu bezig met vaccins. We hebben de lopende immunisatieprogramma's van kinderen. Maar we hebben ook vaccins gehad, vaccincampagnes, bijvoorbeeld het HPV-vaccin bij jonge meisjes. En andere campagnes zoals mazelen, etc. Dus er is wel know-how. Er is kennis, er zijn deskundigen. Dr. Eersel bijvoorbeeld is crisismanager. Heeft meerdere vaccincampagnes meegemaakt, opgezet. En ook zij is nu met haar team bezig
COVID-vaccincampagne op te zetten. Met betrekking tot wie als eerste aanmerking komt, ook daarover is er nagedacht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een traject uitgezet. Namelijk dat de eerste twee groepen die in aanmerking komen zijn de gezondheidswerkers en de risicogroepen, ofwel de kwetsbare groepen. En dat, als we dat hebben afgerond, dan ga je verder met andere groepen van personen. Maar dat is de eerste focus ligt daarop, omdat dat de meest gevoelige groepen zijn voor infecties.